Amerikaanse president Biden steunt de kandidatuur van Mark Rutte als nieuwe NAVO-topman. Ja, Quinty, om met jou te beginnen. Ik ga straks met Ron onder meer praten over Mark Rutte. Ja. En de nieuwe positie die hij vermoedelijk gaat innemen. Mm-hmm. Jij had daar ook nog wat bedenkingen bij, geloof ik, hè? Ja. Ja, hoe vet het ook is voor Mark, ben ik een klein beetje teleurgesteld. Teleurgesteld in wat? Nou, voordat de wind in de rug van Mark waaide, waaide die eigenlijk een kleine andere kant op. En dat was de kant van Kaya Kallas, dat is een vrouw. Die is in Europa eigenlijk al heel lang politica. De premier van Estland, klein land zou je zeggen, maar ze maakt toch best wel wat indruk. En eigenlijk leek het erop dat zij het zou gaan worden. En toen ineens veranderde die wind en dachten ze, een vrouw, dat moeten we niet doen. En wie zijn ze dan? Nou, dan hebben we het over de leiders van, de grootste leiders van de NAVO, de grootste leiders internationaal. Er komt namelijk een verkiezing aan in de Verenigde Staten. Ja, in november. In november. Iedereen denkt een beetje, nou, waarschijnlijk wordt het Trump. Naar mijn idee, als we dat maar vaak genoeg zeggen, dan gaat dat ook gebeuren. Maar waar ze een beetje bang voor waren, blijkbaar, bij een Trump, is dat hij het niet zou kunnen om met een vrouw samen te werken. En Trump en NAVO, dat is sowieso al een beetje gespannen. Dus het idee dat hij dan met een vrouw zou moeten samenwerken, daar waren ze gespannen over. Want het is vaker gebleken dat hij dat eigenlijk liever niet doet. Ja, wat dat er gaat, is misschien de illustratie wel mooi. Angela Merkel, 2017, ja, op bezoek bij Donald Trump. Dan is er zo'n moment, je zit op die stoel, einde of het begin van een gesprek, en ook eens even een persmoment, en dat zag er toen zo uit. Ja. Send a good picture back to Germany, please. Make sure. Thank you. Okay. Hello. Thank you, fellas. Ja, dat is gewoon gênant. Totale negeren. Ja, gewoon totaal negeren. En ja, kijk, ik bedoel, alle mensen die hiervoor in aanmerking kwamen, die zijn capabel. Maar dat dus nu toch wel een reden wordt om niet voor een vrouw te kiezen, omdat de persoon die mogelijk president zou worden nog niet eens verkozen wordt, mm-hmm, of is, dat we ons daar dan naar gaan bewegen en dat dus de kans voor een vrouw om zo'n prachtige, ja, positie in te nemen, ja, dan wordt afgenomen. Ja. Dat vind ik als jonge idealist toch een beetje teleurstellend. Ja, oké, okay, maar het is ook wel jouw punt, hè? Het is niet, zeg maar, een wet van mede en persen dat het precies allemaal zo gaat zoals jij het nu hebt gezegd. Nee, zeker. Nee, maar het is jouw interpretatie van het nieuws. Nee, er zijn een aantal mensen wel geweest. Er zijn interviews geweest met een aantal internationale diplomaten. Die dat zo hebben die gezegd. Dus in, ja, met de Verenigde Staten ook hebben gesproken. Die hebben, ja, gezegd, ja, of we dit nou moeten doen, dat weten we niet. Nee. Dus daar is niet alleen mijn mening. Nee. Het is de mening van meerderen. Zo is het. Maar in ieder geval duidelijk van mij. Ja. Ron, het is tot nu toe een beetje een soort binnenlands gezelschapsspelletje geweest met misschien ook nauwelijks onverholen trots dat Mark Rutte daarvoor, mm-hmm, gevraagd is. Nu is het toch anders. Nu ook grote machthebbers zich en plein publiek hebben geuit ten faveur van hem. Laten we even kijken. Për Finlandën, pasardhësi i sekretarit të përgjithshëm të NATO-s duhet të jetë kryeministri në detyrë i Holandës, Mark Rutte. Presidenti amerikan Joe Biden po i shtron kryeministrit holandez Mark Rutte rrugën që ai në të ardhmen të jetë sekretari i përgjithshëm i NATO-s, shkruan Politico. President Joe Biden is supporting Dutch Prime Minister Mark Rutte to become the next NATO Secretary General. Premierul olandez Mark Rutte este favorit să preia ștafeta de șef al NATO în luna octombrie. So he's in the running to become NATO Secretary General and I personally wish him the best of luck. Goed, dit is allemaal Team Rutte. Er zijn ook een paar mensen die niet helemaal in het Team Rutte zitten. Dat is Roemenië, die komt met een eigen kandidaat. Hongarije schijnt ook nog wat kleine problemen te hebben. Turkije ligt een beetje dwars. Is het een probleem? Want er moet een unanieme beslissing genomen worden. Ja. Nou, het is in zoverre een probleem dat het dus nog geen gelopen race is. Het moet inderdaad, elk land moet uiteindelijk voor hem gaan. En het feit dat Roemenië nou vandaag dus toch met een kandidaat komt, ja, dat gaat toch betekenen dat er weer een spel op de wagen gaat komen waarvan eigenlijk niemand helemaal precies 100% zeker kan voorspellen hoe dat af gaat lopen. Dus het is echt nog niet rond voor Rutte. Maar met de steun van zulke grote NAVO-landen. En die komen niet alleen, dat ben ik dus niet met jou eens, omdat hij nou een man is die beter zou liggen bij Trump. Het komt ook omdat Rutte al heel lang een zeer gewaardeerd leider op het internationale podium is. Ja. En
Het speelt mee dat hij de enige is, geloof ik, die tegen Trump durft te zeggen... joh, ik ben het niet met je eens. Het is wel een probleem als we hier niet uitkomen vandaag. He, dat heeft hij ooit een keer gezegd. Maar kijk, van zo'n Roemenië kun je ook zeggen, wat ik me heel goed zou kunnen voorstellen... een land dat veel dichter bij de vijand staat... als we toch even Poetin als de vijand zien op dit moment... Ja. als grote vijand van de NAVO. Een land dat ook een geschiedenis heeft waarin ze weten... wat onderdrukking en narigheid is vanuit die kant... Ja, waarom zouden wij niet eens die man kunnen leveren? Waarom moet dat nou weer dat verwennen? Nee, ja, dat is dan, maar dan ga je ervan uit dat het alleen geografisch, politiek bepaald wordt. Nou, niet alleen. Terwijl deze keus echt vooral bepaald wordt van wie is er in staat om de komende jaren... waarbij het voor de NAVO ingewikkeld wordt met verhoogde defensieuitgaven... oorlog in Oekraïne, een wellicht een nieuwe president die zoiets heeft van... ja, als jullie niet meer geld geven aan de NAVO, dan stap ik eruit als Amerika. Dat wordt een ingewikkeld krachtenveld en ze zoeken iemand... waarvan die grote landen denken dat hij in dat krachtenveld kan opereren. Jij hebt hem min of meer geout, of althans in jouw programma is dat gebeurd. Voor de eerste en overigens ook enige keer dat Rutte daar iets over zei. Laten we er even naar luisteren. En verder ben ik deze zomer gaan nadenken met de crisis nu in Oekraïne. Zou ik niet eerst nog een paar jaar toch iets internationaals moeten doen? Ah, kijk, en daar komt een ervaring daarvoor inzetten. Maar nee, er zijn drie van die rollen. Voorzitter Europese Raad, Charles Michel, dat is een part-time baan. Wil ik niet. Voorzitter Europese Commissie lijkt me wel heel mooi. Ook maar daar heeft hij de verkeerde positie deur voor. SG NAVO. En daarvan is de kans heel groot dat daar een vrouw collega bent. Uit Europa komt die... En verder zijn er geen rollen. Verder is er niks. Dus u bent voor die baan als NAVO-baas geen frontrunner? Ik weet het allemaal niet. Nee, had je het idee dat je met nieuws aan tafel had toen hij dit zei? Nou, op dit moment nog niet. Maar later zei hij in datzelfde interview... als het mijn kant op komt rollen... Ja. dan wordt het misschien toch wel interessant. En ik moet je eerlijk zeggen, pas achteraf drong het echt helemaal tot mij door. Want ik had totaal niet... bedacht dat hij dat zou gaan zeggen. Omdat ik ken Rutte al heel erg lang. Ja. En Rutte is een meester in het ontwijken van nieuws als het moet. Hè. Ik heb hem heel vaak geïnterviewd voor de NOS. En dan zei hij heel vaak... Zat nooit nieuws in, zeg je? Nee, eigenlijk bijna nooit. Nee, omdat Rutte precies wist hoe hij dat moet omzeilen. En nu was hij bijvoorbeeld nieuws? Letterlijk... En nou herken je het niet. Nee, maar dan zei hij... Ja, dat is wel grappig. Ja. Maar dan zei hij in een interview bijvoorbeeld... als ik daar antwoord op ga geven... dan staat het zometeen op de 101... en dan moet ik volgende week weer in de Tweede Kamer komen. Daar heb ik geen zin in, dus die vraag mag je wel stellen. Ja. Dus Rutte, hij zegt nu wel dat het een fout is dat hij dat... luister even, want Rutte heeft het één keer gezegd... dat is in jouw programma Spuigast, een radioprogramma... vandaar dat je ook die koptelefoon om de nek van Rutte zag. Ja. Daarna is hij overal, als hij een journalist tegenkwam die daarna vroeg... heeft hij ongeveer hetzelfde verteld als wat hij ook aan Poont vertelde. Is de deal al rond? U gaat natuurlijk hoogstwaarschijnlijk in maart naar de NAVO. Hoe kijkt u daar zelf naar? Nou, om te beginnen, ik heb daar natuurlijk in oktober iets onhandigs over gezegd bij Ron Vreese. Ja. Nou, bekende Ron Vreese. Ja. Ik heb eigenlijk daarna bedacht, ik hou mijn mond er maar verder over dicht. Want ik had gewoon mijn mond toe moeten houden. Ja. Maar het is een mooie functie. Uw functie hier zit er ook zo goed als op. Dus in principe komt het er ook heel mooi uit. Dat is een mooie stap, volgende stap in een carrière. Ja, maar dan ga ik toch weer verder voortbouwen op de fout die ik in oktober maakte. Ik moet echt mijn mond overhouden. Hij noemt het nu een fout, maar dit was natuurlijk gewoon spel. Nee, je kan nooit in zijn hoofd kijken. Maar het feit dat hij het een fout noemt, is echt pure onzin. Rutte doet nooit iets voor zomaar. Daar is altijd bij hem over nagedacht wat het effect is. Ja, en in dit geval was het... Soms. Sorry, Ruben, wat zei je? Hij vergeet alleen soms wat. Ook daar is over nagedacht. Dat is een goeie, ja. Ja. Oké, laten we toch even verder gaan nog, want dan maken we even dit gedeelte af. Het wordt natuurlijk steeds ongemakkelijker als er over jou gepraat wordt... je er eigenlijk niks over wil zeggen, omdat je ook denkt... als ik er te veel over zeg, raak ik misschien de baan alsnog kwijt. En dan ontmoet hij ook nog Zelensky. Ja. Gaan we daar naar kijken? You have Dutch television also. So, if you come in, we do it again. Ja. Mr. Zelensky, good day to you, sir. What do you expect of your good friend, Mr. Mark Rutte, when he becomes Secretary General of NATO? Well, but he didn't tell me yet that he is the secretary. I think that Mark. I know him, he will save the unity in NATO. I think this is the most important thing. We have a lot of challenges, we understand where, and I hope you will do it. And of course, we will count on your support with invitation to Ukraine. And by the way, it is still not clear
who will be the next Secretary General? It might be. It's not. With me as Prime Minister. But we now have to start. Thank you. Thank you, Mr. Zelensky. Ja, het is dan wel jammer dat hij dan tegen Zelensky niet over rondvrezen begint. Hè? Dat vind ik wel dat is jammer. Want dat doet hij namelijk overal wel. Dat vind ik dan wel weer grappig. Ja, maar het grappige is dus dat hij eigenlijk, dat deed hij net ook van over rondvrezen, alsof jij, zeg maar, heel doortastend dit eruit hebt gekregen. Nee, terwijl je niet eens in de gaten had dat het, dat het nieuws was. Dat is nou weer een beetje extreem wat je nou zegt. Maar... Nee, maar hij zei het uit zichzelf, bedoel ik. Ja, hij heeft uiteindelijk zelf besloten om dat daar dan toch te zeggen. Ja. En nou, nogmaals, fout, dat is echt onzin. Goed, tot zover het spel. Hoe probeer je te kandideren? Dat is in dit geval de route rondvrezen geweest. Nu gaat het over het talent wat je moet hebben om 31 landen, met Finland erbij zijn het 31, om die een beetje in het gareel te krijgen. Welk talent denk je dat Rutte heeft om dit te kunnen? Dat is toch, je zei al in het begin, ik ben samen met Wilma Borgman een boek aan het schrijven over Rutte. En we praten daarover met vriend en vijand die heel nauw met hem hebben samengewerkt. In Europa, maar zeker ook in de Nederlandse politiek. En iedereen begint over één ding die Rutte, wat Rutte heeft, wat eigenlijk bijna geen enkele andere bestuurder, politicus heeft. Dat is dat hij ongelooflijk goed en scherp is op menselijke verhoudingen. Dus op de persoonlijke verhoudingen. Hij is in staat om vriendschappen te sluiten en iedereen het gevoel te geven dat ze even zijn beste vriend zijn. Achteraf komen die mensen er dan achter dat iedereen dat gevoel heeft. Van, had jij ook het idee dat jij zijn beste vriend was? Ja, ik ook. Dus hij heeft een methode om vriendschappen te bouwen, te onderhouden, mensen wat te gunnen. In onderhandelingen het succes aan anderen te geven. Dat heeft hij in Nederland heeft hij dat gedaan. Hij is een bruggenbouwer. Er wordt van hem bijvoorbeeld gezegd, als mensen in een kamer zitten en ze hebben ruzie met elkaar en ze denken, we komen er niet uit, we gaan hier de boel opbreken. Mark Rutte komt binnen en binnen een uur zijn ze enthousiast over de oplossingen die ze hebben bedacht. Hij pompt er dan energie in, zegt men. En aan het eind van zo'n bijeenkomst hebben die mensen ineens weer het gevoel, hey, het zou misschien toch nog wel wat kunnen worden met ons samen. En dat is een kwaliteit die hij in Nederland heel lang heeft gebruikt. Daardoor heeft hij een grote gunfactor gehad, dat hij mensen dingen gunt. Hij heeft natuurlijk ook het voordeel dat hij zelf niet zo ideologisch gedreven is. Hè? Dus hij is niet iemand die gelijk binnenkomt, ik wil dit en ik wil dit. Nee, hij vraagt eerder, wat wil jij eigenlijk? En dat is een eigenschap die hem uitkomt in Nederland heel lang en later ook in Europa is ontdekt op het Europese platform. En ik denk dat dat hem het gezag heeft gebracht, waardoor hij nu zo gewild is voor deze baan. Heb je ook wel gedacht van dat jij en jouw collega's in Den Haag daar eigenlijk ook altijd wel behoorlijk de speelbal van waren? Want zo komt hij dan aan op zijn fietsje, appeltje in de hand. Hè, en zo. Het is allemaal, hé jongens, het is allemaal heel gezellig. Ja. Dat maakt de sfeer natuurlijk ook iets moeilijker om snoeihard te zijn. Ja, het was moeilijk om daar doorheen te breken. Ik ben er wel inmiddels achter dat Rutte echt een man is met twee gezichten. Dat appeltje, je noemt het nou. Ja. Aan de ene kant is dat echt, want hij vindt een appeltje gewoon lekker. Maar hij weet, dat is dus de ene kant van Rutte. Ja. En de andere kant van Rutte is dat hij ook heel goed doorheeft dat wel goed is voor zijn imago en voor zijn beeld. Dus hij doet het omdat hij het appeltje lekker vindt, maar hij doet het ook omdat hij weet dat hij dan ontspannen, relaxed, in control overkomt. Precies, dus Rutte is altijd, en daarom geloof ik ook niet in die fout in dat interview, hij weet altijd. Hij geeft andere mensen de ruimte, maar ook omdat hij weet dat hij er zelf beter van hoort. Ja, hij is uitgemeten. Ja. Nog even, want even het Nederlandse beeld. Is dat, stel dat dit allemaal doorgaat, dan zou het wel eens begin april kunnen zijn dat Rutte die positie krijgt. Raken wij dan een demissionair minister-president kwijt? Of zeg je dat kan eigenlijk best gewoon nog een tijdje doorgaan? Nou, ik denk dat nog wel een tijdje door kan gaan. Kijk, er is, begrijp ik, nog niks daarover besloten. Het is natuurlijk wel een scenario waar mensen in Den Haag rekening mee houden. Maar er is nog niks over besloten. Ze wachten echt pas tot het echt zover is. Kijk, het punt dat hij nu heeft gemaakt, dat hij zich kandidaat stelt, nu wordt het ingewikkeld voor hem. Want bij alles wat hij doet, zeggen ze, dat doet hij waarschijnlijk omdat hij die baan wil hebben. Dan gaat hij naar Netanyahu voor de derde keer in Israël. En dan wordt er gezegd, dat doet hij om een wit voetje te halen bij de NAVO.
als hij dus hij heeft er nu meer last van die belangenverstrengeling, dan als hij eenmaal gekozen is. Want dan weet iedereen dat hij het is. All in the open. Dan kan hij eigenlijk, is het idee in Den Haag, kan hij best blijven functioneren. Tot, het moet niet eindeloos duren natuurlijk, maar tot september of oktober. Dat wordt hem wel gegund. Ik denk dat hem dat wel wordt gegund. Of is het ook dat het misschien Jezielkus, stel dat zij de opvolger van Rutte zou zijn op die plek, wordt misgund dat zij nog even snel goede sier kan maken om ook nog even minister-president te zijn? Ja, dat weet ik niet. Binnen de VVD is natuurlijk wel duidelijk dat ze daar eigenlijk vinden dat iedereen gewoon de rit moet blijven uitzitten. Ook Rutte, maar ja, voor zo'n baan zullen ze ongetwijfeld een uitzondering voor hem maken. En het is natuurlijk ook, staat eigenlijk wel vast dat als er een opvolger moet komen tijdelijk, dat dan wel gewoon de partijleider is. En dat is dan Jezielkus. Maar zover is het dus echt nog niet. Oké, nog één ander. Want jij zegt binnen de VVD is het toch wel een beetje de gedachte dat je eigenlijk de rit moet uitzitten. De D66 denkt daar heel anders over. Ja. Ja. Ik heb het begrepen. Vandaag was ook nog een heugelijke dag voor Ernst Kuipers. Die heeft bekendgemaakt dat hij een nieuwe positie heeft betrokken nu in Singapore. Ik meen dat hij daar aan de universiteit gaat werken. Ja, het feit dat je al niet eens precies weet wat hij gaat doen, dat zegt eigenlijk al alles, hè? Ja. Hoogleraar. Vind ik. Ja, vind je niet? Nou ja, ik weet niet precies wat je daarmee bedoelt. Ik bedoel, hij is plotseling weggegaan. Hij heeft iedereen in verwarring achtergelaten, zijn eigen partij ook. En hij zei, ik kan er niks over zeggen. Dus hij heeft een beeld opgebouwd van, nou, wat ik nou ga doen, nee, dat is heel belangrijk en ingewikkeld, kan ik niks over zeggen. En dan is het uiteindelijk dit. Waarvan iedereen hier denkt, ja, maar ga je daarvoor weg bij een minister, als minister? Gewoon, terwijl je daar gewoon ook een plicht hebt om gewoon het land te dienen. Maar vind je het ongepast? Ik vind het tamelijk ongepast, ja. Ja? Ja. Want het gekke is natuurlijk dat als iemand een andere baan, stel dat hij bij een heel groot bedrijf was gaan werken, was het dan gepaster geweest? Ja, dan had hij toch gewoon gelijk kunnen zeggen? Ja, maar het punt is misschien dat je eerst op moet stappen. Denk ik dan. Ik probeer het even te snappen. Ja, ja. Omdat als je in de tussentijd minister blijft en dan ben je aan het praten met een bedrijf waar je aan het solliciteren bent, dat er dan wordt gezegd, maar dat kan je toch niet maken? Nee, maar voor een deel is het natuurlijk ook zo. Hè? We hebben wel eens, wie was het ook alweer? Die VVD-minister. Cora eigenlijk van Nieuwen. Ja, Cora van Nieuwen. Ja. Die een overstap maakte waar je bedenkingen bij kon hebben. Ja. Dan is het niet handig. Dan kan het ook niet eens eigenlijk. Dan moet je het ook niet willen. Maar in dit geval zou hij die overstap wel kunnen maken, denk ik. Het is naar een ver buitenland ook nog eens een keer. Dus Nederlandse belangen zullen daar niet zo snel in het geding zijn. Maar ik vind gewoon dat als je weggaat en je doet er heel geheimzinnig over, en je laat iedereen in verwarring achter van wat er nou eigenlijk aan de hand is, en het is dan uiteindelijk een maand later of twee maanden later deze baan, ja, dat vind ik. Ik vind het echt redelijk schaamteloos. Schaamteloos? Ja, nou ja, goed. Ja, sleep het er maar uit. Schaamteloos? Heb je het gehoord, jongens? Heb je het gewoon gezegd? Ja. Schaamteloos. Maar wat was wel een waardige baan geweest waar hij dan? Nou, ik vind het prima dat hij daarvoor weggaat. Althans, ik vind het eigenlijk niet prima. Maar zeg het dan gewoon. Gooi het all in die open. Ja. Nou goed, hij is weg. Hij komt misschien nog een keer terug, dat weet je niet. Maar laten we het er ook niet te lang over hebben. Er zullen geen vrienden zijn als hij terugkomt. Nee, jij niet. Ik denk niet dat hij in jouw programma spuigasten met een grote primeur komt. Wanneer ligt het boek ongeveer in de winkel, denk je, van Rutte? Nou, we zijn hard bezig met de laatste loodjes. En ik hoop dat het half mei of zo, eind mei, in de winkel ligt. En het heet Het Raadsel Rutte. En wordt dat ontrafeld? Nou ja, we proberen het, maar het is niet makkelijk. Niet makkelijk. Nee, het is niet makkelijk. Vooral die twee kanten van Rutte, die maken het ingewikkeld. Dankjewel, Ron.